Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gianland Schaven en vandaag gaan we verder in Singapore. Aflevering nummer 15, ronde nummer 15. Vandaag kunnen we verdere stappen richting dat wereldtitel nemen ten opzichte van Mark Webber. Maar goed, voordat we verder gaan wil ik eerst even dit zeggen. Heb jij die vorige video gemist? Zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Vergeet zeker niet te abonneren en druk gelijk op dat belletje, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like deze video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, @GianlandSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. En ja, ik zou ze gewoon zeggen, abonneer gewoon voor meer mensen. We hebben de 115 abonnees aangetikt op naar de 120, dus wil je mij een gunst doen? Abonneer gewoon voor meer. Hebben een groot aantal voorsprong naar Webber. Wat is het eigenlijk? Goeie vraag. Ik denk 65 punten verschil. Dat zeg ik niet goed. Groot. Het gat is groot. Daar houden we het bij. Hamilton. Ja, die is buitenspel gezet. Kan er niet meer voorbij. Mijn teamgenoot nog steeds 0 punten. 0 points helaas. En wij 272. Tadaa. Dat doe je dus maar eventjes. En klimmen dichter bij McLaren in de buurt voor dat constructeurskampioenschap voor P2. Maar nu gaan we lekker door naar de kwalificatie hier in Singapore. En dat betekent nat. Het is hier helemaal nat op het Marina Bay circuit. En moeten gewoon kijken dat wij de auto niet verliezen en misschien naar de pole position kunnen toerijden. Eerste, twee en derde bochten nemen wij gewoon uitstekend. Mijn teamgenoot zit achter mij. Die kan profiteren van slipstream, alleen dan moeten die wel naartoe rijden. Hier hebben we een klein beetje op die curbstone. Maar dat is eigenlijk geen probleem. Wat wel een probleem is, is dit. Blokkeren en missen daar de apex bij de tunnel. Hebben ook die ronde moeten laten varen vanwege een corner cutting. Dus geen ronde tot nu toe. Op naar de tweede run. Jazeker, kijken of dit dan de pole tijd wordt, hopelijk. Je weet het maar nooit. Iets te wijd bij de eerste bocht, verprutsen daar de exit. Moeten het hier langzaamaan gaan doen. En dan komen wij aan bij de laatste twee bochten. Dan wordt dat de pole. Dat wordt voorlopig de pole position. Jazeker. En dat is ook de pole position. Nee, dat is niet de pole position. Mark Webber sneller. 2/10. Ah, jammer. Maar goed, dat geeft niks. Er kan van alles gaan gebeuren. Op naar de wedstrijd. Hier in Singapore. Voor een nieuwe strijd met Webber. Dan zijn we aanbeland op het circuit. P2. Want pole voor Mark Webber. Starten op de intermediates. Natte baan dus. 27% kans op neerslag. Nou, die neerslag is er natuurlijk. Dat kun je zien. De race strategie. De ingenieur zegt, ja, intermediates zijn je beste kansen in deze condities. In ronde nummer 6 naar binnen. Gaan voor een wat misschien adaptable car setup. Is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 15 van F1 2010 Career Mode. Gaan kijken of wij van P2 naar de overwinning kunnen rijden. Het zou wel mooi zijn als dat gaat gebeuren. Alles geven, zegt de ingenieur. De lampen zijn uit en we zijn onderweg voor de grote prijs van Singapore. Hier op het natte circuit van Marina Bay. Zitten aan die binnenkant van Mark Webber. Laten hem hier staan. En een touché, de voorvleugel van Webber, beschadigd geraakt. En Webber valt ver terug tot achter Jenson Button. Rijdt op P4. En wij dus aan de leiding.
Klein foutje, maar maken hier het gewoon goed door niet tegen die muur aan te rijden. We zitten in ronde nummer 2. We hebben nog steeds op P4, Button op P3, Massa op P2. Dit is het oude slingshot gedeelte, wat nu niet meer in het spel zit sinds F1 2013. En krijgen daar een waarschuwing voor het bocht afsnijden. Ze zijn hier erg streng, dus daar moet je echt voor oppassen. Massa nog steeds op P2, Button op P3, Webber op P4 in de grote prijs. Zijn 3,5 seconden sneller gegaan in sector 2. Dat is goed om te zien. Zitten in ronde nummer 6 en we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. Schieten hier gewoon door, missen die apex. Is het hier dan de pitlimiter aanzetten. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. Di Grassi op de laatste plek. Auto afremmen, op de rem gaan staan. Exit. 4,8. Nou, een wat snellere pitstop dan normaal en komen we terug op P1. Button ging eerder naar binnen, maar het is niet gelukt, want we komen er mooi voor in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Goed gedaan. We zitten inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. De baan helemaal opgedroogd. Rijden nog op die intermediates. Gaan hier een beetje wijd. En bijna een spin. Maar maken hier dan een hele grote fout. Door recht door de muur in te boren. Voorvleugel beschadigd geraakt. De achterbanden gaan eraan. Button ziet zijn kans in één keer vergroten. Want ik zie hem op de minimap verschijnen. De achterstand is in één keer weg. En moeten het hier gaan doen. Zonder voorvleugel, slingshot chicane lukt niet. Weer een muur geraakt. Spiegeltje kwijt. En Button kan nu echt naar ons toe rijden. Wij moeten hier gewoon snelheid gaan verminderen vanwege het downforce verlies. Wat kan Button nog? Dat is de vraag. We zijn 8,5 seconden langzamer. Hier weer te wijd. Weer te wijd. Button, zie ik verschijnen. Wij moeten hier gewoon gaan vertragen. En Jensen Button kan met nog een paar bochten te gaan de wedstrijd van ons afpakken. En dat is voordeel voor Mark Webber. Ingang tunnel. En Button zit er heel dicht op. Spanning stijgt. Nog 2 bochten te gaan. En daar heb je Jensen Button. Wat kunnen wij? Button valt aan, maar kan er niet langs. En we houden het hoofd koel en winnen hier de wedstrijd in Singapore. Goed gedaan. Absolutely brilliant, man. Really, really, really well done, man. Well done. De uitslag van de wedstrijd. Wij winnen hier dus, ondanks dat spannende slot, de wedstrijd in Singapore. Button naar P2, Hamilton op P3, Webber niet naar het podium. Dus dat is jammer voor de Australische coureur. Kobayashi knap naar P5, Massa P6, Rosberg P7, Vitantonio Liuzzi van P17 naar P8. Doet hij goed, heel erg goed. En met die overwinning nemen wij verdere stappen richting dat wereldkampioenschap. Barrichello naar de punten. Kubica pakt het laatste punt voor Renault. En mijn teamgenoot, 23e, Wemy, uitgevallen. Ik weet niet wanneer het is gebeurd, maar schijnbaar is dat gebeurd. Brilliant display of driving. You've just equaled Ayrton Senna's record for 8 wins in a season. Hey, that's a really big achievement, mate. Congratulations. Ayrton Senna geëvenaard, denk ik. Of verslagen, I don't know, ik weet het al niet meer. Maar wat ik wel weet is 80 punten voorsprong op Webber. Jazeker, dat doen we eventjes. En met nog 4 ronden te gaan. Kunnen wij wel richting die wereldtitel gaan denken? Er zijn nog 100 punten te gaan. Dus stel wij verprutsen het helemaal. Dan kan Webber nog wereldkampioen worden. We kunnen ook McLaren aanvallen voor het constructeurskampioenschap. En 10 punten verschil tussen Red Bull en McLaren. En wij komen er ook aan. Dus het wordt nog spannend. Het wordt heel spannend. En ja, dan zijn we weer terug bij de paddock. We staan gewoon derde bij het constructeurskampioenschap. En leiden het coureurskampioenschap met 80 punten voorsprong.
als Webber nou de volgende race niet finisht en wij wel, dan zijn we wereldkampioen. Sowieso. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele aflevering van me mist. Reageer wat even ben ik aan het horen op deze video. Volg me even op de sociale media. @Gianlandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de inschrijving. Dit was Gianland, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Gaan we verder waar we gebleven waren met meer content.